Hallo lieve schorpioen, welkom bij jullie jaarreading, jaarprognose voor 2022. Ik ga dadelijk eerst beginnen met 4 overal energiekaartjes, per kwartaal 1 kaartje. Ik ga per kwartaal de diepte even in met de tarot. En dan gaan we kijken welke boodschappen wij op tafel mogen krijgen voor jullie voor het komende jaar. Kijk wel even of het met je resoneert. Mocht dit niet het geval zijn, kijk dan vooral even bij je maanteken, venusteken of ascendant. Ik zal een linkje in de beschrijving beneden zetten. En dan kun je deze altijd uitrekenen. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat er een andere video jouw aandacht trekt. En dan zit daar wellicht ook jouw boodschap nog in. Jullie zijn de hekkensluiter van de jaarprognoses. Ik heb heel veel readingen op mogen nemen wat toch nog te maken heeft met het laatste stukje zelfontwikkeling, transformatie, heling. Maar ook zeker komt de soulmate-kaart regelmatig naar voren. Dus ik ben heel benieuwd wat dit voor jullie te betekenen heeft. En laten we gewoon vooral beginnen. Mocht je een specifieke jaarprognose afgestemd op jouw energie willen, dan kun je altijd even mijn website bezoeken. Ik zal beneden een linkje ook in de beschrijving een linkje zetten. Dan kun je altijd even de informatie doorlezen op mijn website. Een jaarprognose voor die afgestemd is op jouw energie duurt ongeveer een uur. Dus dan gaan we nog verder de diepte in als wat ik met deze readingen doe. Dit zijn natuurlijk collectieve readingen en dit kan niet met iedereen resoneren. Dus neem alleen de stukken wat passend is voor je. Nou, de kaarten willen in ieder geval spreken. Er zijn met andere readingen wel eens verschillen geweest. Daar hadden ze juist heel veel geduld nodig. Bij jullie willen ze dus heel graag spreken. Oké, laatste kwartaal. Kaartje alsjeblieft. Oké, onderkant dek. Observeren hebben we denk ik al een keertje of 6 in de andere readingen gehad van de jaarprognoses. Dus toch wel een belangrijke leidraad volgend jaar voor velen van jullie. Dus we gaan eens dadelijk kijken wat dit betekenen heeft voor jullie schorpioenen. Maar dit is in ieder geval de leidraad wat toch wel voor een groot deel van het collectief geldend is. Ik leg even deze kaartjes aan de kant. Dat we daar in ieder geval niet te veel last van hebben. En dan beginnen we met het eerste kaartje. We hebben gezegend. Je hebt je rust een beetje teruggevonden. Je weet wat jij kunt verwachten. Je staat steeds meer in verbinding met het universum. Je kunt hier ook van genieten. En op dit moment zit je gewoon in een kleine ruststand, om het zo maar eens te noemen. Dus we gaan eens even kijken met de tarot wat dit voor jullie betekent. Ik heb alle kaarten vooraf wel goed geschud al. En gereinigd na elke reading, elke jaarprognose. Laten we eens beginnen. Eerste kwartaal. Wat mogen we weten van jullie? Dat zijn er heel veel, maar ik moet ze pakken, hoor ik. Oké, moeten die op kop? Nou, dit is een hele verhaallijn. Oké. Nou, laten we eens eerst beginnen. We hebben de koning van munten. Dus voor mij voelt het zo dat jij zelf op dit punt zit. Niet zozeer de mannelijke energie, maar jijzelf. Je bent de stabiliteit aan het creëren. Je kunt nu rusten. Je weet wat je wil. Je hebt eigenlijk alles meester geworden wat je moest doorlopen. Je staat goed in verbinding, goed gegrond. Je krijgt heldere boodschappen door. En het is een langzamere energie, maar je bent wel een stabiliteit voor jezelf aan het opbouwen. En deze stabiliteit heeft ook te maken dat je bepaalde angsten uit het verleden los hebt gelaten. Bang om in de kou te staan, bang om niet gehoord te worden. Op dit moment
doet jou dat niet zo heel veel meer. En doordat dat jou dus niet meer zoveel doet wat anderen ervan vinden of hoe jij bepaalde... hoe andere mensen naar jou kijken vooral. Dat stuk heb je losgelaten, wat een situatie kan doen. Je hebt de touwtjes uit handen gegeven aan het universum. En je vertrouwt erop dat het, ja, de tijd er komt wanneer het komt. De divine timing. Daardoor is er een einde gaan komen aan een cyclus. En die cyclus heeft te maken met een periode waar je best wel veel verdriet hebt gehad, pijn hebt gehad. Ja, soms wel gebukt ging onder een situatie. Waardoor dat jij dus nu op dit punt bent gekomen... kan er ook een einde komen aan die cyclus? Heb je inzichten gekregen en heb je dus nu de mogelijkheid om een doorstroom te gaan maken? Omdat je dus vanuit het hogere, vanuit de bron die verbinding tot stand hebt gebracht. Het kost jou af en toe nog wel wat energie. Dus probeer ook echt wel op je tijd die rust te nemen in het eerste kwartaal. Dan zul je ook weer nieuwe boodschappen doorkrijgen. Dan zul je nieuwe inzichten gaan krijgen. En als ik het zo zie, ik heb hier drie hele mooie kaarten. Het is voor niet iedereen hetzelfde wat het betekent. Tenminste, de eerste kaart wel, de middelste niet. Ik hoop dat jullie het kunnen zien. Ik heb even de ringlamp aan moeten zetten, omdat het nog vrij donker buiten is. Ik ga natuurlijk de donkere periode in. En dan hebben we een extra lampje nodig. Je komt steeds meer in je krachten staan. Je weet wat je wil. Je handelt hiernaar. Je neemt ook voldoende rust als het nodig is. Doordat jij nu jouw lichaam door hebt, jouw geest door hebt, kun jij hier ook naar handelen. Krijg je een bepaalde stabiliteit al voor jezelf opgebouwd. Doordat je dus angsten en illusies loslaat. Het gevoel van niet gehoord te worden, in de kou staan, dat soort dingen. Hier heb jij een patroon in doorbroken. Doordat je dit doorbroken hebt, zijn er nu nieuwe mogelijkheden wat tot je genomen kan worden. Voor velen van jullie geldt dit in eerste instantie zelfliefde. Zelfliefde om daar weer je stabiliteit in te krijgen. Om eerst hetgene op jezelf te richten, te zien wat jij in werking kunt zetten alleen. En vanuit daar een stabiliteit op kunt bouwen. Het geldt dus zo dat je dus het niet altijd buiten jezelf moet zoeken voordat je die heelheid en die stabiliteit kunt ervaren. Je kunt al heel veel in jezelf helen en ook dat stukje zelfliefde en zelfbeeld is een heel belangrijk aspect daarvan. Het begint allemaal bij jouzelf. Als je dat geoptimaliseerd hebt, als je daar die facetten aan hebt gekeken, dan kun je pas ware liefde naar je toe trekken. Mocht je dit nog niet aan hebben gekeken, dan kan het zomaar zijn dat er weer een les op je pad gaat komen waar jij jouw lessen uit moet gaan halen voordat je überhaupt weer vooruitgang kunt krijgen. Het voelt in de eerste kwartaal dus zeker nog niet dat we hier over liefde buiten jezelf praten, maar dit is echt liefde in jezelf. Het is dus belangrijk om hier wel duidelijk een verschil in te zien. Want er zijn heel veel mensen die gefocust zijn op liefde buiten zichzelf. Ik wil niet meer single zijn, want ik ben al zo lang single. Maar wat is hetgeen wat jij dan mist? Is hetgeen wat jij mist echt zozeer wat je buiten jezelf moet zoeken? Of zijn er eerst stukken die je mag helen in jezelf, waardoor je dat gevoel niet meer zo ervaart dat je per se iemand om je heen wil hebben? Tuurlijk is genegenheid en geborgenheid een heel prettig gevoel. Maar is het echt zo belangrijk voor jou om dat als eerste buiten jezelf te zoeken? Richt het lichtje naar binnen toe, want het zit al heel veel in jezelf. En daar mag je eerst jouw focus op gaan leggen, omdat daar nog stukken zijn die geheeld moeten worden. En die heelheid, die zul jij gaan krijgen. En dan zul je ook merken dat je gezegend bent, dat je hier de tijd voor hebt genomen en de aandacht voor hebt genomen om aan te gaan pakken. Om dit stukje dus meester te worden. Om die reinheid en rust in jezelf weer te gaan voelen. Zodat je dus daarna wel weer op een punt gaat komen. Dat je open kunt staan voor liefde buiten jezelf. Maar op dit moment in het eerste kwartaal is het dus heel erg belangrijk om zelf je heling te verrichten. Om eerst jouw blik daarop te gaan werpen. Dus we gaan eens even kijken wat dit voor het tweede kwartaal dan met zich mee gaat brengen. Als jij hier iets mee gaat doen. En ik zeg altijd, het is geen toekomstvoorspelling. Het is een energiereading. Dus de tools heb je zelf in handen wat je ermee wil gaan doen. En
ga je er iets mee doen, dan is dit de mogelijkheid wat op tafel komt voor jou in 2022. Maar dan nog zal het niet volledig met je resoneren, want het is geen individuele afstemming op jouw energie. We hebben het lot en het hier en het nu. En voor mij betekent dit dus echt als bevestiging op het eerste kwartaal. Dat je dus bezig mag zijn met het hier en het nu. Wat er nu gaande is, wat jij op dit moment nodig hebt om vervolgens het tweede deurtje te openen. Eén deurtje is al geopend, maar het tweede deurtje is nog niet geopend. En dat heeft gewoon echt te maken met jouw heling. Je mag hier nog even naar kijken. In het tweede kwartaal, begin tweede kwartaal, heeft dit dus nog heel even een korte nasleep om nog wat stukken aan te gaan kijken. En als je dit gaat doen, zul je ook merken dat je niet meer terugvalt in het verleden of dat je te ver vooruit gaat kijken. Dan blijf je gewoon gecenterd waar je zit en je laat alles lopen zoals het hoort te lopen. Je gaat dan niks meer forceren en je zult blij zijn met alle handreikingen die het universum jou doet. Want je ziet het ook echt als het lot, dat dit zo bepaald is, dat dit zo moet gaan lopen. En dat je dus de boodschappen die je doorkrijgt, omarm je ook en kun je daar ook je energie uitputten. Je weet dan welk pad je mag gaan bewandelen en je zult dan ook merken dat er steeds meer toevalligheden op je pad gaan komen. En ik zeg altijd toevalligheden, maar het zijn eigenlijk gewoon, alles is gewoon om een reden en alles komt op je pad om een reden. En als het de tijd voor is, dan krijg je dat op je pad. En dat heeft voor mij ook met het lot te maken. Dus het is nu de tijd dat je in het nu blijft leven, dat je vanuit je goddelijke bron gaat handelen en vanuit daar zullen er mooie boodschappen naar je toe kunnen gaan komen in het tweede kwartaal. Omdat je dus jouw blokkades hebt doorbroken, grotendeels, zal jouw energiestroom ook beter gaan stromen. Krijg je dus ook meer heldere boodschappen door. En zul je merken dat dit steeds meer als cadeautje gaat voelen. En dat je dus steeds meer die ontwakening die jij nu aan het doorlopen bent geweest in 2021, moet ik zeggen. Je bent heel erg aan het ontwaken geweest. En nu is in de eerste fase van 2022 is het dus heel belangrijk je laatste stukken te helen. En als je dat hebt gedaan, dan kun je ook die vooruitgang maken en mee op de stroming van het lot. Krijg je de 3 van zwaarden en judgment. Dus het heeft toch echt wel te maken met hart en ziel wat nog aangekeken mag worden. Bepaalde stukken waar nu een einde aan gaat komen. Waar je je les uit hebt gehaald. En je dus ook gezegend over bent dat je dit les hebt gekregen. En dat je daardoor dus ook nieuwe handreikingen in het zicht hebt gekregen. Waar je eerst nog geen visie op had, heb je nu wel voor binnen je vizier. En dit zal ervoor zorgen dat je nog steeds meer in je kracht komt te staan. Dat je dankbaar zult zijn voor hetgeen wat jou aangeboden wordt en waar jij dus je ontwikkeling in hebt gedaan. Je hoeft niet meer vast te zitten in het verleden. Je hebt alle tools al in handen. Alleen, dit heb jij de hele tijd zelf niet gezien. Het is wel zo dat je een situatie af hebt moeten leren buigen. Een cirkel doorbreken. En dit is dus nu in 2021 een groot deel gelukt. Alleen, let op dat je soms innerlijk nog conflict zult ervaren. Conflicten over het stukje intuïtie, dingen doorkrijgen vanuit de bron, omdat het niet tastbaar is. Jij hebt daar geen grip op en dan is het af en toe lastig voor jou om erop te blijven vertrouwen. Je zult dus in het tweede kwartaal wel eens een terugvalletje kunnen krijgen. En dat is geen grote terugval hoor. Maar dat is een terugval dat je in je denken gaat zitten, terwijl je vanuit je hart mag blijven leven. En zolang jij dit heel makkelijk doorziet en dus om kunt buigen naar het positieve, zal het voor jou voor de wind gaan. Zul je merken dat het allemaal makkelijker gaat en dat je toch echt wel in dat bootje zit naar het rustigere vaarwater. Dat je al die lasten van het verleden los kunt laten. Al dat denken, al die zware periodes. We hebben net natuurlijk niet voor niks die torenmoment gehad. En af en toe zul jij daar nog een terugblik op krijgen in het tweede kwartaal. En dat is ook niet meer als normaal dat dat gebeurt. Want het is niet zo in een vingerknip dat als jij een torenmoment hebt gehad en je hebt heling verricht, dat het in één keer weg is. Dat is niet. Jij zult altijd op je pad weer kleine triggers krijgen om te kijken of je je les daadwerkelijk volledig hebt geleerd, ja of nee. En dan zul je ook merken van, oh, ja, maar dit laat ik niet meer toe.
En dan zet je er een streep onder. En dan heb je daar weer een sterkere basis voor de volgende keer voor. Dus je zult merken dat er steeds meer dingen op zijn plek gaan vallen. En dan zul je ook merken dat je steeds meer in je kracht komt te staan. Want als ik zie, de krachtkaart ligt wel in het midden. Dus je hebt heel veel vooruitgang en potentie daarin om verder in te kunnen gaan groeien. Maar soms mag je het zelf nog eens even in gaan zien. Want dan heb jij dat zicht niet meer erop. En dat is puur het stukje zelfvertrouwen vanuit een vroegere periode waar jij dus een lichtelijke minderwaardigheidscomplex hebt gekregen. Dat je kracht even verloren is geweest door alle gebeurtenissen uit het verleden. Maar zoals ik net in het begin al zei, voordat ik de reading begon, ik krijg vele malen de soulmate kaart. En ook bij jullie in het tweede kwartaal. Oké. Er zit dus nu daardoor ook een vooruitgang in en stroming in om ja, toch je soulmate naar je toe te kunnen halen. Als je dus dit allemaal gaat leren, zul je merken dat je steeds meer naar je ware kern aan het groeien bent. En dan zal die soulmate naar jou toe kunnen komen. Die is dus in een positie dat je beide in balans bent, je yin en yang. Je hebt de vooruitgang alle twee geboekt. Je zit alle twee in een bepaalde stroming waardoor jullie heling aan het verrichten zijn. Vooral de laatste stukjes van je leven, de belangrijke stukjes heling. Er zullen altijd stukjes overblijven om nog te helen. En er zullen ook altijd weer nieuwe stukjes bij komen, want niemand is perfect. En er zullen altijd weer lessen op je pad komen. En sommige zullen heel ja, moeilijk zijn en sommige wat minder. Maar weet dat er dus nu, doordat jij dit pad aan het doorlopen bent, doordat jij ervan uitgaat dat jij het lot jou de weg wel laat wijzen, dat het divine timing is wat op je pad mag komen, is er dus nu een vooruitgang. Kun je dus ook nieuwe dingen naar je toe halen. En kun je dus gewoon eventjes achterover leunen van, oké, er komt nu iets aan, ik wacht gewoon lekker af, ik hoef daar niet wakker van te liggen. Maar daar komt toch echt wel een liefdesbeker aan. Iemand die dus ja, vanuit je vroegere jeugd of vorig leven toch een bepaalde blik op jou heeft geworpen. Die een bepaalde gevoelens weer naar boven laat komen. Voor sommigen geldt het dus zo dat het echt een persoon is die jij dus al kent. Maar waar je vroeger dus in jouw jeugd wel een connectie mee had, maar geen liefdesverbinding. Maar je bent wel altijd blijven hangen in de gedachte van deze soulmate. En voor sommigen geldt het zo dat het echt een connectie uit een vorig leven is. Deze persoon wil langzaam, heel voorzichtig een handreiking naar jou gaan doen. Maar hij weet nog niet heel goed hoe hij dit wil doen. En ik zeg hij, ik lees hier de mannelijke energie. Dus kijk even wat voor jou van toepassing is in jouw eigen situatie. Maar weet dat er dus ja, wel iemand is die emotionele stukken al ver in balans heeft. Weet wat hij wil. Dus ook open staat voor nieuwe liefde. Met passie wil hij dus dat begin met jou gaan creëren. Maar er zijn dus nog wel wat struggles. Omdat hij dus nog steeds nog niet de eerste stap heeft genomen. Hij is nog een beetje in afwachting. En dat houdt voor mij in dat er toch nog in het derde kwartaal misschien wat nasleep zal zijn. Waarom er nog niet direct contact is. Er is op energetisch niveau dus wel al in het tweede kwartaal ergens contact. Dat wil niet zeggen dat het in de fysieke wereld ook al is. Dat kan zomaar zijn dat dat pas later in het jaar is. Of misschien zelfs pas het jaar daarna. Maar er zijn connecties al in werking gezet. Er zit een stroming in. Er zijn vooruitgangen geboden al. Dus weet dat er in het tweede kwartaal het een en ander echt al in werking is gezet. Door het universum. De divine timing is nu in ja, aangezwengeld, om het zo maar te zeggen. En doordat dit nu aangezwengeld is, kun jij ook gewoon je rust meer behouden. En zul jij merken dat het niet meer ertoe doet van, oké, er komt nu iemand op mijn pad of ik wil dat iemand op mijn pad komt. En vooral dat laatste, ik wil. Nee, het komt wanneer de tijd ervoor is. En probeer dat willen los te laten. Want doordat jij dat gaat manifesteren, dat willen, zul jij het van je af gaan schuiven en zal het alleen maar langer en langer en langer gaan duren. En dat is dus waar jij zelf je eigen op kunt richten. Het hier en het nu. Niet wat daarna gaat gebeuren of wat er in de toekomst gebeurt. Je bent nu hier. We weten niet wat morgen gaat brengen.
Je hebt een verwachting wat morgen zou kunnen brengen, maar die verwachtingen komen ook nooit allemaal uit. Dus weet dat zolang je je eigen focust op het hier en het nu, dan zal alles vanzelf komen wanneer de tijd daarvoor is. Dus we gaan eens kijken wat dit te maken zal, of teweeg zal brengen voor het derde kwartaal. En wat we dan kunnen verwachten, ook betreft die soulmate die hier ligt. Een paar keer even schudden, want dan kan het weer voor de volgende ronde. De derde kwartaal, hogere macht. Zoals ik al zei, zul je steeds meer in verbinding komen te staan met de bron. Doordat jij nu het lot eigenlijk in handen hebt gegeven van het universum, zul je merken dat er steeds meer connectie met het universum er zal zijn voor jou. Maar je zult ook je derde oog steeds meer gaan ontwikkelen. Jouw intuïtiviteit zal grote stappen gaan maken. Jouw derde oog zal ontwikkeld worden. Je zult heldere dromen door gaan krijgen. Mocht je gaan dromen en onthoud je deze, word je wakker met van, oh, wat heb ik nou toch allemaal weer gedroomd? Schrijf ze op. Er zit een boodschap voor je in. En daar zul je op een later moment bij uitkomen. En het wil niet zeggen dat het exact zo is wat je droomt, dat daar de boodschap zo concreet mogelijk al in verstopt zit. Nee, 9 van de 10 keer is het heel cryptisch. En zul je merken dat het helemaal niks met de situatie te maken heeft. Maar dat er bepaalde kwartjes gaan vallen op het moment dat jij die situatie in de fysieke wereld mee aan het maken. Maar dat je denkt van, oh verrip, ik heb daar pas een droom over gehad. En dat lijkt me die en die energie wel samen te komen. En ik ervaar het op dit moment zo. En dan kun je even in je schriftje terugbladeren van, oh ja, oh, dit heb ik ook gedroomd. Oh ja, verrip, weet je, dan zullen er kwartjes gaan vallen. Dan zullen er ja, heldere boodschappen gaan komen. Dus weet dat er heel veel nog tot je gaat komen. Dat je spiritualiteit alleen maar verder gaat ontwikkelen. En het is wel belangrijk dus die heling te doen in het begin van 2022. Want daardoor zul jij die stroming nog sneller kunnen voortzetten. En dan zul je ook merken dat heel veel dingen op zijn plek gaan vallen. Dat die onzekerheid eigenlijk achterwege kan gaan blijven. Omdat je steeds meer in ja, volledige vertrouwen komt te staan. Maar ook in het vertrouwen van jezelf. Dat je je intuïtie laat spreken. Dat je daar dus ook op kunt bouwen. En dat zijn stukken waar je op dit moment in 2021 nog moeite mee hebt. En dat zal in het begin van 2022 ook nog zijn. Maar daar zit wel een degelijke vooruitgang in. Dus weet dat er een stroming gaat komen. En dat je dus alleen maar mooie boodschappen nog verder op je pad mag gaan krijgen. Ja, je gaat dus echt groeien. Je gaat zo groeien. Je hebt je balans dadelijk gevonden. Je hebt je laatste lessen afgewikkeld. Je zult toch de happy single kaart. Je zult in eerste instantie dus echt blij zijn met het leven waar je bent. En de boodschappen die je doorkrijgt. De persoon die je bent. Happy single, zeg ik altijd. Want dit voelt als overvloed in jezelf. En dat is wat ik bedoelde met de eerste kwartaal. Je heelheid in jezelf gaan ervaren. Die volledigheid in jezelf. En dan pas zul je vooruit kunnen gaan. Dus zoals die soulmate in het derde of het tweede kwartaal op tafel lag. Dat is echt op energetisch niveau. Dus ga niet verwachten dat er in één keer iemand direct voor je neus staat. Want het is allemaal in verbinding met energie. En die energie, dat is voelbaar. Maar het is belangrijk dat jij in je kracht komt te staan. Je weet wat je wil. Je spiritualiteit is in 2022 dus een belangrijk aspect om in te kunnen gaan groeien. Je gaat weer alle tools in handen krijgen. Je gaat weer de balans terugvinden. Je kunt de wereld weer op handen dragen. En je zult deze inspiratie ook over gaan brengen naar anderen. En dit alles omdat jij dus... ik moet deze allemaal meenemen. Je oude situatie achter je hebt gelaten. Je hebt pijn en verdriet achtergelaten. Wat dus niet meer jouw leven kon verrijken. Je bent dus niet meer vastzittend in dat patroon waar je eerst in zat. Je hebt die cirkel doorbroken. En je hebt je ballast niet meer meegenomen. Dus eigenlijk kun je dit letterlijk en derde kwartaal aan de kant schuiven. Want dat is klaar. Je hebt heel veel losgelaten. Je bent heel veel grote stappen aan het maken. En dan mag je echt mega trots op zijn. Dus ik denk als je het zo gaat bekijken wat het derde kwartaal met zich mee gaat brengen, is het toch nog een stukje zelfontwikkeling en zelfkracht wat nog verder ontwikkeld gaat worden. Ik hoor dat ik een ander deck mag gaan pakken.
Dus we gaan even nog de diepte in op het derde kwartaal. Wat dit nog verder met zich mee gaat brengen. Wat mogen we als aanvulling weten? Ja, heel mooi. Weer de krachtkaart. Er gaat echt het nodige gebeuren. Er is een oordeel uitgesproken. Jij gaat je eigen weer kwetsbaar op durven stellen. Je durft je echt weer bloot te geven. Je durft je ware zelf te zijn. De pure vorm hoe jij op deze aardbol kwam. Zonder alle je belastbare aspecten. Je bent natuurlijk door je ouders in een bepaald patroon, in een bepaald ritme, gedachten gedrukt. Normen en waarden en dat soort dingen. Maar je staat in je kracht. Je hebt dit naar je eigen onweten te buigen. Je weet nu wat je wil. Je emotionele stukken heb je aangekeken. Je staat in je balans. Weet dat je dus in het derde kwartaal eigenlijk pas echt op het punt aan het komen bent. Dat er dus iemand op je pad zou kunnen gaan komen. Dan pas heb je je stukken zo ver doorgelopen. Heb je je ballast losgelaten. Sta je werkelijk in je kracht. Want we hebben hier natuurlijk 3 hele mooie, krachtige dames. Dus je godinnenenergie is dan echt geoptimaliseerd. En dan zul je ook merken dat, al heb je hier nog een dekseltje erop, je durft wel de sleutel uiteindelijk weer uit handen te geven om je hart te openen. Dus er zijn heel veel mooie vooruitblikken mogelijk in het eind van het jaar. En dat zijn stukken waar je dus eigenlijk aan het manifesteren bent geweest. Je bent zaadjes aan het planten geweest. En er zullen dus eind van het derde kwartaal toch al de nodige tools geoogst kunnen worden. Je hebt dan alles onder de knie. En dan zul je ook merken dat er toch nog wel sommige dingen wat lange tijd nodig hebben. Maar het grootste deel heb je al kunnen oogsten. Want het zit dan al in jouw mandje. En dan zul je ook merken dat je er niet meer zoveel moeite voor hoeft te doen. En dat er nog een paar kleine puntjes zijn waar wat gewoon nog even tijd nodig heeft om verder te ontwikkelen. Maar doordat jij dus deze ontwikkeling door aan het zetten bent, zul je merken en zul je ook wel de bevestiging krijgen op in de fysieke wereld. De bevestiging wat je in eerste instantie elke keer nog wilde krijgen, maar dat je vanuit het universum niet dat tastbare kreeg. Je kreeg heel veel boodschappen door, maar je zag het in het begin van 2022 niet. Nu zul jij toch wel de vruchten af zien werpen. Je zult het resultaat gaan zien. En doordat dit nu zichtbaar gaat worden, zal jij veel sterker in jouw schoenen staan. En zul jij steeds meer in jouw, vanuit je kracht gaan handelen. En dan zul je ook merken dat dit een hele krachtige zelfontwikkelingsjaar gaat worden voor jou. Dus we gaan eens even kijken wat dit dan nog in het laatste kwartaal voor jou gaat betekenen. Want als ik dit al zie, ga jij dus een fantastische groei doorlopen. En zul je daar heel trots op mogen zijn. En dan kun je ook met een gerust hart in het nu blijven staan. En dan hoef je ook niet altijd meer bezig te zijn met het verleden. En er zullen momenten zijn, hoor ik, dat je toch weer even aan het verleden terugdenkt. Maar dat zijn de momenten, de mooie herinneringen. Niet meer zozeer dat je echt de negativiteit in het vizier houdt. Maar de positieve dingen zullen dan duidelijker worden. En dat zul je dan ook weer naar boven kunnen krijgen. Er is een bepaalde negatieve spiraal geweest in het verleden. Het voelt meer afgelopen jaar, dit jaar waar ik nu dan de reading in opneem, 2021. Maar het voelt meer dat het ook te maken heeft dat je roots even kwijt was. Dat je niet meer wist wie je was, wie je bent, waar je naartoe wil. Er is een bepaalde schakelaar omgezet in jou, waardoor jij dus steeds meer in verbinding kwam te staan met het universum. Maar toch bleven er de negatieve aspecten van het verleden jou benadelen. En doordat jij nu in bent gaan zien dat het manifesteren van mooie dingen alleen maar groter kunnen worden, ben je het negatieve gedeelte los gaan laten. En daardoor heb je dus heel veel balans teruggekregen. Ook de balans in jouw vrouwelijke energie. En voor mij voelt dit als grootste deel dat je je balans hebt gevonden in wie je werkelijk zelf bent. En dat je dus niet je eigen voordoet wat een ander wil, maar dat je echt naar je eigen kern bent gaan kijken. Ik ben
In mijn geval Sandra, ik ben deze vrouw, ik wil dit uitstralen, dit voelt voor mij goed, dit is wie ik werkelijk ben. En dat schildje heb je afgegooid, dat masker heb je afgegooid wat anderen altijd wilden. De persoon die jij gevormd bent door de buitenwereld, door familie, kennissen, vrienden, dat soort dingen. Je bent nu jouw pure zelf aan het worden. En daar hoort natuurlijk ook bij dat je omarmt wie jij bent, ook lichamelijk gezien. En niet iedereen heeft een perfect lichaam en alles in, op en top. En dat hoeft ook helemaal niet. En dat is ook het juist hetgene wat jij in gaat zien. De puurheid zit in jouzelf. En doordat je die puurheid nu juist laat groeien, ga je vanzelf stralen. En dan maakt het niet uit welk buitenkant jij op dit moment draagt. Welk kapsel, welke kleding. Het gaat om de energie die jij daarmee meebrengt. En hoe krachtiger jij in je eigen kracht staat, hoe meer jij zult gaan stralen. En dat zul je ook echt gaan merken, dat mensen dit aan de buitenkant gaan zien. En dan zullen ze zeggen, oh, heb je dit nieuw? Of heb je je haren gedaan? Nee, dat is jouw energie die straalt. Alles is misschien nog hetzelfde als daarvoor. Maar doordat jij zo'n krachtige energieuitstraling hebt gekregen, ontwikkeld voor jezelf, gaan mensen dit ook zien. En daar zul jij steeds meer ook jouw hoofd mee omhoog kunnen houden. Je hoeft niet meer gebukt te gaan. Je hoeft niet meer naar de bodem of naar de vloer te kijken. Je mag gezien worden. En het is niet arrogant om gezien te willen worden, maar je gaat gezien worden, of je het nou wil of niet. En dit zal jou ook nog verder helpen op jouw pad. Mensen gaan jou hulp vragen. Mensen willen jouw handreikingen. Mensen willen weten hoe het komt dat jij nu op dit punt in jouw leven bent gekomen. En je zult mensen jouw levensvisie mogen vertellen. Je mag hun helpen van, oh, ik heb ook zo'n fase meegemaakt. Ik heb dit en dit kunnen doen en dat heeft mij geholpen. Bepaalde meditaties, bepaalde ademhalingsoefeningen. Dat zijn allemaal facetten die jij dus over gaat brengen eind 2022 op anderen. Dus dat is een heel mooi gegeven voor jou. Dus ga eens kijken wat er nog meer als aanvulling kan, als laatste maand. En als hekkensluiten van alle jaarprognoses. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Mocht het bij je aansluiten, laat dan vooral een berichtje achter of een like. Superleuk. Dat motiveert mij ook altijd weer om verder te gaan. Wauw. Ja, heel mooi. We hebben de zon, we hebben de twee van bekers en we hebben de wereld. Doordat jij op dit punt gaat komen, eind van het jaar, gaat de zon echt voor jou schijnen. Heb jij heel veel lessen geïncasseerd. Heel veel karma heb jij verwerkt. Niet alleen karma uit dit leven, maar ook uit vorige levens heb je doorbroken. Je staat in je innerlijke kracht. Je zelfliefde is geoptimaliseerd. En doordat jij die zelfliefde hebt, ga je dus stralen, zoals ik al zei. En kun je dus ook ware liefde naar je toe gaan trekken. Er gaat een hele nieuwe cyclus komen. En die cyclus heeft dus te maken met een nieuwe fase. En hoe mooi is dat dat je in 2022 dus het jaar gebruikt voor zelfontwikkeling, zelfgroei. En dat je dus het jaar daarna helemaal een nieuwe cyclus krijgt. Het is dan afgesloten. Je hebt dus heel veel lessen geleerd, zoals ik al zei. En je zult in 2023 dus verder kunnen gaan bouwen op ware liefde. Dus ik ben heel benieuwd wat dan 2023 voor jou nog mee gaat brengen. Maar zoals het er hier naar uitziet, gaat er heel veel mooie dingen eind van 2022 in werking gezet worden. Waar dus de nasleep nog het jaar daarna zal plaatsvinden. En daar heb je dus hard voor gewerkt. En je hebt dan de tools in handen. En het zou zomaar kunnen zijn dat er dus in 2022, zoals ik al zei, zul je mensen gaan inspireren. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat jij bepaalde werkzaamheden gaat verrichten. Dat jij studies gaat doen in het eind 2022. Dat je daar examen in mag gaan doen. Dit voelt voor mij als afsluitende periode. Dat jij heel veel stof tot je hebt genomen. En voor sommigen geldt het zeker dat je in 2022 dus een studie gaat doen. En dat je dus eind 2022 je examen hebt. En hier dus ook met succes dit af gaat ronden.
En dan weet je ook dat echt alle pijnlijke cyclici afgerond is. Karma is geïncasseerd. Die einde is dan niet meer pijnlijk, want het is klaar. Je hebt alles omarmd, geheeld, vergeven. Je ligt er dus niet meer wakker van. Je hebt dus heel veel stukken losgelaten. Je ligt dus ook niet meer wakker van of dat er wel of niet een connectie op je pad gaat komen. Je hebt dat allemaal nu aan het lot overgelaten. Het komt wanneer het komt en hier heb je jouw rust in gevonden. Dus hoewel er dus een soulmate kaart in eerste instantie lag, is het dus wel belangrijk dat dat op energetisch niveau was. Want mocht die persoon eerder op je pad komen, dan is het nog niet de tijd ervoor. En dan kun je dus bepaalde blokkades niet opheffen en zul je dus geen stroming vooruit krijgen. Doordat jij dus nu in balans bent, kan die liefde naar je toe gaan komen. Kan die persoon dus ook die handreiking gaan doen. Geven en nemen is dus in deze connectie die er gaat komen in, het voelt voor mij 2023, dat is een balans. Iemand die dus met passie naar je toe wil komen, met snelheid. Dus die zit me waarschijnlijk al gewoon te wachten op jou. Maar doordat jij nog eerst je lessen mag leren, is dit allemaal even in een rustige vaarwater gekomen. En dat is allemaal nodig om daarna een hele stabiele relatie op te kunnen bouwen. Om eerst je eigen groei te doorlopen. En dan zul je pas je hart weer kunnen openen. En dat heeft allemaal zijn tijd nodig. En bepaalde vruchten zullen dus pas in 2022 of 2023 geoogst kunnen worden. Want we zagen net natuurlijk al de kaart van het oogsten. Sommige dingen zullen in de derde en vierde kwartaal van 2022 nog geoogst kunnen worden. Maar er zijn dus ook wat facetten die dus de nasleep hebben naar 2023. Dus mocht dit zo voor jou zijn, weet dat dit gewoon nodig is. Ik kan hier niet heel veel meer aan toevoegen. We hebben heel veel mooie boodschappen voor je op tafel mogen krijgen. Een spirituele ontwikkelingsreis komt er dus voor jou nog aan. Ik wil jullie voor nu dus heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht een andere video jou aanspreken, kijk vooral ook die even, want wellicht zit daar toch ook nog wel wat raakvlakken en puzzelstukjes voor jou op jouw zielenmissie. Ik wil jullie dus bedanken voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!